Allemaal, ik ben dus Mees van Rijn. Ik ben 17 jaar en ik zit nu in 6 VWO. En ik ben dus meegegaan naar Spitsbergen en als onderwerp voor mijn profielwerkstuk heb ik het gehouden over de verkleuring van de ijsbeer. Mensen denken eigenlijk heel vanzelfsprekend dat de ijsbeer wit is, want zo wordt hij ook altijd afgebeeld op afbeeldingen en in knuffels bijvoorbeeld. Maar je ziet eigenlijk in de plaatjes dat ze een hele gele vacht kunnen krijgen. En zoals u rechts op het plaatje ziet, is het ijsbeer jong eigenlijk spierwit, vrijwel spierwit. En naarmate die ouder wordt, wordt hij dus eigenlijk geler. En in de literatuur of in de wetenschap waren er wel een paar mogelijke oorzaken genoemd, maar die waren allemaal niet door wetenschappelijk onderzoek onderbouwd. En daarom ben ik dat maar gaan doen. Nou, wat is er al bekend over de geelverkleuring van haar? Eerst over menshaar, want als mensen heel wit of echt zulk, zeg maar helemaal grijs-wit haar hebben, kan het ook vergelen. En een aantal oorzaken daarvoor zijn carotene, vet, rook en medicijnen. Nou, rook en medicijnen zijn uiteraard niet van toepassing op de ijsbeer, maar carotene en vet heb ik wel verwerkt in mijn onderzoek. En verder, die mogelijke oorzaken waar ik het over had van de ijsbeer, waren vet van prooidieren en ouderdom, maar nogmaals niet met onderzoek onderbouwd. Nou, dit is een foto van Spitsbergen, waar we dus afgelopen juli zijn geweest. We zijn daar van de ene gletsjer naar de andere gletsjer gelopen. En ja, we hebben dus heel veel gezien van die twee gletsjers tot de tundra. En zelfs hele kuddes met rendieren. Maar helaas hebben we geen enkel stukje ijsbeervacht of ijsberenhaar kunnen vinden. Dus dat was nog een beetje een probleem en dat was wel nodig voor mijn onderzoek. Zodat ik daar experimenten kon mee gaan uitvoeren. Nou, toen was de oplossing eigenlijk ijsberenvacht uit Canada. Dat wordt daar gewoon verkocht omdat de haren worden gebruikt als lokaas voor vliegvissen. Zoals je daar ziet bij dit haakje. Meneer Kouw is eigenlijk een vriend of een kennis in Canada en via hem hebben we die ijsberenvacht opgestuurd gekregen. En één stukje van die ijsberenvacht was eigenlijk ideaal voor mijn onderzoek. Dat ziet u daar rechtsonder. En dat heeft dus witte en gele haren, dus perfect om te vergelijken met experimenten. Nou, hier ziet u een microscopische opname van een gele en een witte haar. De gele haar ziet u links en de witte haar rechts. Nou, je ziet dus duidelijk ook bij de microscopische opname verschillende kleur. En er is ook duidelijk zichtbaar dat de haren een holle kern hebben en dat dient eigenlijk als isolatie. Zodat de lichaamswarmte van de ijsbeer zo goed mogelijk binnen blijft en de kou buiten. Nou, ik begon eigenlijk met mijn oriënterend onderzoek. En ja, de eerste factor die ik eigenlijk ging onderzoeken was het vet van prooidieren. Dat dan op de vacht zou belanden. En op internet had ik dan gelezen dat dat oxideert en zorgt voor een gele kleur. Nou, om te kijken of dit klopt of niet, heb ik een gele haar in hexaan gebracht. En hexaan is eigenlijk een heel erg vetoplossend middel. Dus de hypothese was dat als de gele kleur door vet wordt veroorzaakt, dan zou die kleur na de behandeling met hexaan verminderd of zelfs verdwenen moeten zijn. Maar u ziet bij de microscopische opname, links is een gele haar voor de behandeling met hexaan. En rechts is een gele haar na behandeling met hexaan. En er is eigenlijk vrijwel geen verschil in kleur te zien. Dus die hypothese dat de gele kleur wordt veroorzaakt door vet van prooidieren, is daarmee eigenlijk al doorgestreept. Nou, de tweede factor die op internet te vinden was carotene. Carotene komt bij mensen in de structuur van het haar terecht. En die kon je bijvoorbeeld kun je aankomen via je voedsel. Bijvoorbeeld in wortels zitten heel veel carotene. En je ziet dan ook dat mensen die te veel carotene binnenkrijgen, een gele haren of zelfs gele huid kunnen krijgen. Nou, nu vraagt u zich misschien af hoe komt die ijsbeer nou uit aan dat carotene. En dat carotene zit ook heel veel in zeewier. En
IJsberen krijgen dat dus via, als ze zeewieren eten, bij gebrek aan zeehonden, krijgen ze dus die carotene binnen. Iets anders is dat carotene een bouwstof zijn voor vitamine A. En ijsberen hebben heel veel vitamine A in hun lever. Dus dat zou misschien ook nog verband kunnen hebben met de verkleuring van het haar. Maar het was eigenlijk heel moeilijk om dit voor mij te onderzoeken, omdat dat echt verkleuring van binnenuit is. En dat heeft dus echt met het voedsel te maken en ik had gewoon niet de mogelijkheid om dat te gaan onderzoeken. Dus die oorzaak hebben we voorlopig even op koud ijs gezet. En toen zijn we verder gegaan met een andere oorzaak. En toen kwam meneer Kouw echt aanzetten met een gebruikte wc-borstel. En ja, die vieze haren leken qua kleur eigenlijk heel erg op de verkleuring van de ijsbeer. Helemaal op de Duitse ijsbeer Knoet, die u rechts ziet. Ja, daardoor kwamen we eigenlijk een beetje op het idee om misschien dat ermee te verbinden. Nou, nu vraagt u zich misschien af van hoe kom ik opeens van een wc-borstel naar de ijsbeervacht? En ja, dat komt eigenlijk doordat die wc-borstel verkleurt door ijzerhoudend water, dat dan door de wc spoelt. En ja, in dat ijzerhoudend water zitten dus eigenlijk ijzerionen opgelost. En de ijzerionen zijn gewoon kleurloos, dus die zie je niet per se in het water. En die kunnen dan een soort van aanslag vormen op de wc-borstel. En nou, toen was dus de vraag van, kan dit ook mogelijk een oorzaak zijn voor de gele kleur bij de ijsbeer? Nou, een tweede foto die eigenlijk tot deze hypothese leidde, was deze foto die je ziet van deze handdoeken. Deze handdoeken zijn in Canada gewassen, in de wasmachine gewoon. En ja, voor de wasbeurt was de handdoek eigenlijk gewoon wit. En na de wasbeurt was de handdoek oranje, geel, sorry. Zoals je daar op de foto ook kunt zien. En nou, hoe komt dat? Die handdoeken waren dus gewassen met ijshoudend water ook. En ja, dus dat huis stond eigenlijk verbonden aan een waterbron waarin ijzerionen zaten opgelost. En nou, die ijzerionen zijn dus zelf kleurloos, maar ze kunnen door ijzerbacteriën omgezet worden in ijzeroxide. En dat zie je eigenlijk in die eerste reactievergelijking. Nou, dit was dus eigenlijk de vraag van, zit dat ijzeroxide nou op die wc-borstel en misschien ook wel op die ijsbeerharen? En dat ben ik gaan aantonen met zwavelzuur en kaliumthiocyanaat. Zwavelzuur kan ijzeroxide oplossen, zodat het weer uiteenvalt in die ijzerionen en zuurstof. En water, sorry. Maar ja, want op zichzelf is ijzeroxide niet oplosbaar in water, dus daar heb je echt een sterk zuur voor nodig om het op te lossen. En als dat dan eenmaal opgelost is, heb je dus die losse ijzerionen in dat zwavelzuur. En dat kan je aantonen met kaliumthiocyanaat, want dat is een indicator voor ijzerionen. Nou, om eerst even te testen of dat klopte, dat die indicator goed werkte, heb ik gewoon zuiver ijzeroxide uit het magazijn gehaald en dat opgelost in zwavelzuur. En daarna heb ik daarna kaliumthiocyanaat aan toegevoegd. En dat gaf eigenlijk een donkerrode verkleuring, zoals je rechtsboven in ongeveer die middelste regio daar ziet. Dus het klopt dat ijzerionen worden aangetoond met dat kaliumthiocyanaat. Toen heb ik hetzelfde gedaan met de wc-borstelharen. Ik heb ze eerst in zwavelzuur gebracht en vervolgens kaliumthiocyanaat eraan toegevoegd. En je zag dat die meteen eigenlijk dat die indicator zijn werk ging doen. Dus de zwavelzuuroplossing werd ook lichtrood. Dus dat gaf aan dat de verkleuring van de wc-borstel ook door ijzeroxide was veroorzaakt. Nou, toen natuurlijk het belangrijkste, gebeurde dit ook met de ijsbeerharen. Dus om dat te onderzoeken heb ik een witte ijsbeerhaar en een gele ijsbeerhaar beide in zwavelzuur gebracht. En aan die beide oplossingen heb ik toen kaliumthiocyanaat toegevoegd. En nou, wat je eigenlijk ziet is op de linker reageerbuis, op het plaatje rechtsonder, zit een witte ijsbeerhaar in zwavelzuur.
En daar heb ik later dus de kaliumthiocyanaat aan toegevoegd. En zoals je ziet is er geen verkleuring waarneembaar, dus er zitten geen ijzer-ionen in die oplossing. En rechts is een gele haar in zwavelzuur en daar ook kaliumthiocyanaat aan toegevoegd. En daar zie je wel een verkleuring. Dus dat betekent dat er ijzer-ionen in dat zwavelzuur zitten, afkomstig van de ijzeroxide op de gele ijsbeerhaar. Dus dat is eigenlijk al de conclusie van mijn onderzoek, dat de gele kleur wordt veroorzaakt door ijzeroxide. Nou, na behandeling met die zwavelzuur was de gele ijsbeerhaar eigenlijk volledig wit geworden. Alle kleur was eraan onttrokken. Dat ziet u daar op die microscopische opname. Links was de gele haar voor behandeling met zwavelzuur en rechts is een gele haar na behandeling met zwavelzuur. Dus er is echt geen gele kleur meer te zien. Dus daarmee heb ik eigenlijk meteen dat vraagstuk van die carotene of vitamine A beantwoord. Want er is dus geen kleur van binnenuit veroorzaakt. Dus die factor kan je ook afstrepen. Nou, waar komen die ijzerionen nou eigenlijk vandaan? Nou, er waren verschillende mogelijkheden. De eerste was bloed van prooidieren. Maar dit was erg onwaarschijnlijk, aangezien dat bloed vooral op de kop en snuit terechtkomt. En dat zou dus moeten aangeven dat de verkleuring vooral op de kop en snuit te zien zijn. Maar dat is niet het geval, want je ziet soms juist op het lichaam hele vege geel. Dus dat is niet de oorsprong van die ijzerionen. De tweede mogelijkheid zijn ijzerionen uit zeewater, maar ook dat is erg onwaarschijnlijk, aangezien de concentratie van ijzerionen in zeewater heel erg laag is. En de laatste mogelijkheid was dus eigenlijk ijzerionen uit voedselrijk en zuurstofloos water, dus bijvoorbeeld kleine vennetjes op de tundra. En dat zou best wel goed mogelijk kunnen zijn, aangezien de concentratie erg hoog is, 450 milligram per liter. Dus naar alle waarschijnlijkheid is dat de oorsprong van die ijzerionen. Nou, hier ziet u een schematische weergave van hoe dat nou eigenlijk, hoe die ijzerionen nou op die vacht belanden en hoe dat dan wordt omgezet in ijzeroxide. In de grond of in het gesteente zit eigenlijk ijzeroxide. En anaerobe bacteriën, dus dat zijn bacteriën die geen zuurstof gebruiken voor hun reactie, die zetten dat om in losse ijzerionen en zuurstof. En die belanden dus eigenlijk gewoon in dat water van het zuurstofarme en voedselrijke water. Nou, vervolgens kan een ijsbeer door zo'n stukje water lopen en dan kunnen die ijzerionen op zijn vacht terechtkomen. En dat is eigenlijk het moment dat die ijzerbacteriën hun werk gaan doen. Want ijzerbacteriën gebruiken wel zuurstof voor hun reactie. En ze zetten dus die ijzerionen samen met zuurstof om in ijzeroxide. En zo belandt dus eigenlijk dat ijzeroxide op de vacht van de ijsbeer. Nou, toen wilde ik eigenlijk gaan kijken of die ijzerbacteriën ook aan zijn te tonen op de vacht. Dus we hebben een speciale kweekbodem gemaakt voor ijzerbacteriën. U ziet eigenlijk rechtsboven een plaatje van ijzerbacteriën, hoe ze eruit zien. Maar helaas was er geen groei van ijzerbacteriën te zien op mijn voedingsbodem. En waarschijnlijk is dat zo, omdat die vacht uit 1972 komt. Dus dat is al een heel oud stukje vacht. En waarschijnlijk zijn er allerlei conserveringsprocessen op losgelaten om die überhaupt te kunnen verkopen. Sorry. En dat wordt bijvoorbeeld gedaan met een aluinoplossing, wat bacteriedodend is. Dus dat is waarschijnlijk de oorzaak dat ik geen ijzerbacteriën heb kunnen aantonen op de vacht. Nou, toen kwamen we eigenlijk kwamen dit tegen op internet, red snow, watermelon snow. Dat zijn eigenlijk algen op sneeuw en die kunnen sneeuwvelden in poolgebieden lichtrood kleuren. En misschien zou dat dus ook nog een verband kunnen hebben met de gele of soms zelfs roodbruinige kleur van de ijsbeer. Maar dit is eigenlijk erg onwaarschijnlijk, want deze algen bevatten geen ijzerionen en dat was met het vorige experiment duidelijk aangetoond dat er wel ijzerionen of ijzeroxide dus eigenlijk op de vacht zat. Dus daarmee is dit eigenlijk erg onwaarschijnlijk dat
veroorzaakt worden door die watermelon snow. Nou, zijn er ook andere prooidieren die last hebben van ijzeren oxide op hun vacht? Nou, eerst de bovenvos. De bovenvos heeft daar eigenlijk geen last van. De bovenvos komt sowieso niet graag in water. Dus de kans dat er ijzerionen op zijn vacht terechtkomen is klein. Maar daarnaast vervangt de bovenvos ieder half jaar zijn vacht helemaal opnieuw. In de zomer is de bovenvos bruin, terschende kleur, en in de winter is hij spierwit. Dus eigenlijk is er geen genetische tijd om geel te worden en blijft hij gewoon smetteloos wit in de winter. Dan de poolwolf. De poolwolf ziet u rechts op het plaatje. En die heeft duidelijk dezelfde vergeling als de ijsbeer. En nou, hoe komt dat? De poolwolf ruit eigenlijk niet volledig. Dus hij verliest wel wat haren in de zomer, maar niet zijn gehele vacht zoals de poolwolf dat doet. En dit is eigenlijk dezelfde manier van ruilen als de ijsbeer. Ook de ijsbeer die verliest niet zijn hele vacht ieder jaar opnieuw. En dat zorgt er eigenlijk voor dat de ijzeroxide langzaam kan gaan opbouwen op die vacht. En daardoor wordt die eigenlijk door de jaren heen steeds geler. Nou, de conclusie van mijn onderzoek is dus eigenlijk dat de gele kleur niet wordt veroorzaakt door bloed van prooidieren, vuil, carotene of vet van prooidieren. Maar dat de gele kleur wordt veroorzaakt door ijzeroxide op de haren. En die ijzeroxide is dus afkomstig van ijzerionen uit zuurstofarm en voedselrijk water. En dat wordt door ijzerbacteriën omgezet in ijzeroxide, wat dus wordt als een soort van aanslag op de vacht zit. En ja, daar zijn dus die ijzerbacteriën voor nodig en de ijzerionen. En eigenlijk kun je dus stellen dat een gelige ijsbeer een roestige ijsbeer is. Want het is een soort van roestreactie. Nou, voor mijn papierwerkstuk heb ik dus ook een poster gemaakt die daarop hangt. Dus nou, dit was eigenlijk mijn onderzoek, dus bedankt voor uw aandacht. Maar als u nog vragen heeft, kunt u samen stellen, nu denk ik, of zometeen in de pauze bij mijn poster. Nog even tijd, dus u kunt nu van de gelegenheid gebruik maken om de meest alvast een vraag te stellen. Heeft u in uw onderzoek behalve het ijzerhoudende water Spitsbergen ook onderzoek gedaan naar het water in Nederland? Nee, ik heb eerlijk gezegd geen onderzoek gedaan naar. Want ja, ik denk eigenlijk. Ik dacht eigenlijk, de poep zeg maar op die wc-borstel, hè, zoals ik het altijd gedacht heb, wordt veroorzaakt door het bruin van de bilirubine in de poep, die dus afgezet wordt door de lever. Ja, het blijkt dus niet het geval te zijn, want ik heb dus het onderzoek gedaan ook met die wc-borstel. En ook die wc-borstel gaf, nadat ik het oploste in zuivelzuur, gaf later met toevoeging van die indicator kaliumthiocyanaat ook die verkleuring. Dus ik heb niet uitgesloten dat het niet door de bilirubine is veroorzaakt, maar in ieder geval deels veroorzaakt door de ijzeroxide op de wc-borstel. Alsjeblieft. Ja, verklaring betreft dus een zoetwaterproces, maar ik vraag me af, de ijsbeer zwemt vooral in zoutwater. Heeft dat dan niet een tegengesteld effect gehad? Ik heb niet onderzocht, nou, sowieso zou het waarschijnlijk geen tegengesteld effect hebben, want ook in zoutwater zitten ijzerionen opgelost, maar in een veel lagere concentratie dan in dat zoete water. En dat is gewoon omdat het zoete water natuurlijk veel minder diep is. En dus in verhouding zit er veel meer water in contact met dat gesteente. En aangezien de ijzerionen afkomstig zijn uit het gesteente, is de concentratie van ijzerionen in dat zoete, zuurstofarme en voedselrijke water veel hoger. En daardoor, als een ijsbeer daar doorheen loopt, want ze lopen naast dat ze in zeewater zwemmen, lopen ze soms ook gewoon over de toendra. Als ze daar dus doorheen lopen, belanden gewoon relatief veel ijzerionen op hun vacht. En daardoor belanden die ijzerionen op hun vacht en kunnen ijzerbacteriën dat omzetten. Wil dit opblijven?
een heel simpele vraag. Heeft ook een foto van Knoet laten zien. Dat is uit de dierentuin. Mm-hmm. Maar dat betekent dus ook dat de dierentuin waar ze met dat zoete water, dat er ook ijzerhoudend water in zit. Heb je daar gegevens over? Nee, het was eigenlijk heel moeilijk om met dierentuinen in contact te komen. Ik heb ze wel aangeschreven, maar ja, ze krijgen natuurlijk veel verzoeken voor profielwerkstukken. En ik heb eigenlijk niet echt een reactie daarop gekregen. Maar de verwachting is wel, aangezien die verkleuring precies hetzelfde is als in het beeld je ziet, dat ook in de dierentuin dus ijzerionen in dat water zitten opgelost. Ik heb het zelf niet onderzocht, maar aangezien die kleur zoveel op lijkt, is het wel aannemelijk. Nee, nou, als er nog verdere vragen zijn, staat dus in de pauze gewoon bij mijn poster. Dus dan kun je ze ook stellen. Maar verder, heel erg bedankt voor uw aandacht. Ik denk dat mensen onder de indruk zijn van één jouw onderzoek, maar ook de wijze van presentatie. Dat geldt trouwens ook voor het jong aanstomend talent voor jou. Maar je hebt het meestelijk uitgelegd, dat merk je ook, want mensen komen dus denk ik met vragen. Dus, dank u wel. Grote klasse. Jij krijgt een aantal cadeaus. Dit is de Zuiderwind Lady. En die is gekweekt door Michel van Dijk. Een heel bijzondere plant. Nou, dank u wel. En kijk, jij bent op Spitsbergen geweest, hè? En het is een studiereis, dat weten we allemaal. Maar ik vermoed dat jij dit. Ken je dit plekje? Nou, ik heb het toen wel eens kunnen kopen. Nou, deze houdt de hij is van Jack, dat snap je. Maar Jack heeft het volgende ontdekt. Ik moet even kijken wat ik hier heb. Wat staat erop? Bleke Nelis. Van met een plaatje van een? IJsbeer. En waar komt dit vandaan? Gewoon uit Nederland. Zaandijk, daar is een nieuwe brouwerij. En die hebben dit bier ontwikkeld. Nou, je begrijpt, dat krijg je mee. Met ook een echt onderzettertje. Op zo'n bierfiltje kan je nog eens gaan. Maar het is nog niet alles. En ik heb hier ook een prachtig boek. Daar ga ik u voor de lunch meer over vertellen. Jij neemt het voorlopig gewoon mee. En je laat het nu toch aan iedereen zien. Ja? Nogmaals, zeer bedankt ook de andere sprekers. Wij gaan een korte pauze doen.